Oh, dit is ook leuk. Dat is het leuke van de winter. Dan zie je in één keer nesten die je in de zomer nooit zou vinden. Even kijken of we erbij kunnen. Er zit natuurlijk allemaal blad in. Oh, dit is een, ja, dit is een zanglijver. Ik weet niet. Ja, dat is heel mooi. Ik zal hem laten zitten, want hij zit een beetje in de tak gevlochten. Maar typisch voor het verschil tussen een zanglijster en een merel is dat die zanglijster is aan de binnenkant helemaal bekleed met leem of blubber. Kijk, die is helemaal gemetseld de binnenkant. Dus dit was een zanglijster. Die heeft hier zijn nest gehad deze zomer. Dus een zanglijster die houdt van slakken en daar kan hij natuurlijk niet bij. Dus wat hij doet, hij neemt ze mee naar een favoriet plekje en dan slaat hij dat huisje van die slak ergens tegenaan. Zodat de zijkant open gaat ergens, die breekt en dan kan hij die slak eruit pulken. En meestal doet hij dat op een steen en ik ben echt verbaasd, want ik zit hier al te voelen, maar ik voel helemaal geen steen, niks. Want hij moet iets hards hebben, een stoeprand of een enkele steen is vaak al genoeg. En dat wordt dan zijn favoriete plek en dat noem je een smidse. Dus dit is een lijstersmidse. En er zijn veel meer dieren die slakken eten, maar muizen bijvoorbeeld, die doen dat heel anders. Die eten de bovenkant van het huis eraf. Die beginnen zeg maar aan de schoorsteen en die vreten zo naar binnen. Maar deze zie je dat hij aan alle kanten kapot is. En dat komt echt door timmeren en dat doet niet. Lijsters, dus dit is een favoriete werkplaats. Nou, dit lijkt net of iemand hier een pot boven heeft staan te sausen met latex. Maar dan krijg je dit. Dit is echt allemaal wit. Deze zijn bijna volledig wit. En dat heeft met iets boven te maken. En dat kun je hier ook meteen weer sporen van zien. Hier op de grond. Zie je deze? Ik zal ze meenemen. Hier nog een. Dit is typisch een aanwijzing dat hier reigers hebben geslapen. Dus die zitten hier boven in die boom, 's avonds. Veilig van de grond, dus letterlijk op stok, net als de kippen. En als ze piezen, dat hebben ze eigenlijk niet meer. Dus het is nog een hele straal kalk van al die beesten die eten waar botjes in zitten. Dat wordt een soort, dat wordt opgelost. En dan krijg je van die witte spetters. En dan de braakballen. En die braakballen hebben niet zoals uilen altijd hele mooie vormen, maar echt hele maffe vormen. Aan elkaar geklonterde balletjes. Of soms zo'n ronde zoals dit. Maar als je goed kijkt zijn er nog steeds allerlei kleine bolletjes. En er zit niet veel meer in, behalve haar. Omdat ze heel veel muizen en mollen eten. Het is echt niet alleen maar vis. Kijk, het is alleen maar haar. Het is één grote viltbal geworden. En reigers hebben ook heel sterk zuur. Dus de meeste botten die lossen gewoon op. Die vind je niet meer terug. Maar haar, dat verteert niet, dus dat spuugt hij dan weer uit. En die zie je hier op de grond echt overal liggen. Dus dit is een slaapplek voor reigers.